Aflevering 7, Fresh Minds. We zitten hier met de top van de Groningse gastronomie. Volgens mij. Heb ik dat goed? Jij zegt het. Ja? Zullen we even elkaar voorstellen? Hendries, hoe zou jij Erik omschrijven als het zou moeten? Erik is een bevlogen vakman. Die zijn droom eigenlijk naleeft, denk ik. Dat die stelt doelen voor zichzelf en die gaat er gewoon voor. En dat... dat kunnen we nu, daar zitten we nu middenin eigenlijk. De wind in de zeilen. En dat verdien je zelf, denk ik. Weet je, niks komt vanuit niks. Overal moet energie ingestoken worden. En dat betaalt zich op dit moment uit, dus dat is mooi. Zeker. Is daar iets van gelogen? Daar is weinig van gelogen, denk ik. Ja. Missen we iets? Het enige wat we missen is denk ik dat ik nog maar net ben begonnen als bartender. Ja. In ieder geval sinds de opening echt fulltime bezig ben. Want je bent bartender en mede-eigenaar van de Stockroom. Ja. Ja. En de Stockroom kunnen we weer kennen van... Jullie hebben net de prijs gewonnen, Lennart. Ja, beste nieuwe bar van Nederland zijn we geworden. Bij de Entree Awards. Dat is toch wel de belangrijkste awardshow in horecaland. Ja. Tenminste binnen ons vakgebied. Voor jou misschien Gomilo iets relevanter. Maar voor de natte horeca zijn de Entree Awards... heel belangrijk. En die wonnen we eigenlijk. We waren eerst al heel blij dat we genomineerd waren. Met vier andere bars. En toen wonnen we. Dus dat was wel crazy. Dat was wel grappig. Want ik van de week zat ik heel toevallig het ondernemingsplan nog even door te lezen. Die ik 2 jaar geleden was begonnen te schrijven. Die heb je ook echt gemaakt. Voor KVK. Voor de bank en alles. Dat moet je natuurlijk allemaal laten zien. Ja. En toen zag ik nog bij onze doelstelling dat binnen 2 jaar... dat er dan ongeveer in de top 5 van Nederland in ieder geval genomineerd zouden worden. En dat ging iets sneller dan Want jij hebt net ook een prijs gewonnen. Ik heb net ook een prijs gewonnen, ja, klopt. Wat voor prijs was dat? Ja, dat was een cocktailcompetitie. Dus voor een gin en jenevermerk. Bobby's gin. Nederland, Bobby's gin. En hoe voelt dat om een prijs te winnen? Groningen zijn altijd super nuchter, hè? Ik heb altijd het gevoel, als we een prijs winnen, hoorden, niet te veel mee pochen, lijkt je arrogant. Maar jullie hebben gewoon wel een hele goede prijs in de wacht gesleept. Oh nee, ik ben ook 100% trots op natuurlijk. Het was ook wel grappig dat ik vorig jaar stond ik nog als gast bij die finale te kijken. Als onervaren bartender. Dus ik had natuurlijk nooit kunnen dromen dat ik nu de finale zelfs zou staan en ook nog zou winnen. Was dit ook je speech? Nee, dat was niet per se mijn speech. Nee, dat is wel speech. Ik kan het wel ergens online vinden, denk ik. En hoe zou jij jouw mede-compagnon omschrijven? Lennart. Lennart is voor mij... voor de Stockroom een van de belangrijkste personen. Voordat ik de kans kreeg om de bar te openen, wist ik dat ik het wel zou kunnen. Alleen dat ik wel heel veel nog niet wist. En ik had Lennart via leren kennen. En toen dacht ik heb iemand nodig naast mij die op het gebied van cocktails en gastronomie al op hoog niveau heeft gespeeld eigenlijk. Want anders duurt het heel lang voordat ik ga bereiken wat ik wil bereiken. En zij hadden als Boilermaker zijnde eerst besloten om niemand meer te gaan helpen. En totdat ik een week later een mailtje naar hen toe had gestuurd. Of ze mij persoonlijk wilden helpen met opstarten van de bar met menu en een beetje meedenken. En dat is uiteindelijk helemaal uitgerold tot een volledige samenwerking. En dat Lennart eigenlijk voor mij persoonlijk mijn leermeester is achter de bar. Ja, het was eigenlijk zo, wat Erik zei, niemand meer helpen. Waarom zeg maar... Mensen helpen op het gebied van cocktailontwikkeling, training. Ja. Alleen, we merkten gewoon, we hadden een aantal best wel grote projecten gedaan. Waarbij we echt cocktailprogramma's hadden ontwikkeld voor grotere bedrijven die cocktails zouden integreren. Maar als je op een gegeven moment er weer uitgaat, als het werk gedaan is, dan ontwikkelt het zich niet door op de manier waarop wij als bedrijf aan gelinkt wouden worden. En toen kwam Erik en ik kende hem eigenlijk helemaal niet. Ik had één keer een cocktailworkshop gegeven bij Hooghout. Waren jullie dan met het team van André Dokter. En hij stuurde gewoon een hele eerlijke mail. Zo van, luister, volgens mij heb ik een hele vette ruimte waar we Speak Easy Bar kunnen neerzetten. En in die mail stond gewoon heel goed van... Speak Easy Bar? Een hidden bar. Want vanuit van buiten kun je natuurlijk niet zien dat hier een cocktailbar zit. Komt vanuit de jaren 20, toen de drooglegging in Amerika plaatsvond. Ja. Maar goed, er stond in die mail, heel goed, vond ik, zelfreflectie van wat hij wel kon en waar hij misschien nog hulp nodig had. Dus dat liet ik aan mijn compagnon Peter lezen. En toen zei ik, joh, dit klinkt wel heel goed. En toen kwamen we voor het eerst hier in de ruimte, want wij hadden ook wel de ambitie om in Groningen
een toffe cocktailbar neer te zetten. Want ja, zoals je weet, vanuit ons andere bedrijf doen we heel veel dingen op locatie. Ja, we kwamen in die ruimte hier. Ja, ik heb met Erik gelijk van, ja, dit is stiekem wel heel perfect. Ja, ja, ja. En nou, zodoende, dus daar hebben we aan hem voorgesteld van, ja, we willen het heel graag doen, maar we willen het wel samen doen. Dus dan ja, hebben jullie van die trio een kwartet gemaakt. Eigenlijk wel, ja. Want je bent 1/3 van Boilermaker. Ja, ja. En jullie doen als Boilermaker activatie op evenementen. Ja. Maar ja, inmiddels ook participaties in bedrijven en boels en plaats van jullie. Ja, we hebben primair Boilermaker inderdaad. Ja. Activaties, events, festivals en trainingen. Ja. Of horeca consult. En sinds vorig jaar inderdaad de Stockroom en met Boel, de Show de Boel Bar restaurant. Ook twee horeca concepten erbij. Nice. En hoe zou je Henries voorstellen, last but not least? Ja, zeker not least. Ja, Henries, super getalenteerde chef. Wat mij betreft, ja, gewoon samen met misschien nog 2 of 3 anderen hier in Groningen echt de top. Gedreven, gepassioneerd, creatief, maar tegelijkertijd ook heel erg gewoon Henries gebleven. En dat vind ik misschien nog wel het meeste te waarderen. Omdat, nou ja, waar we net in de, voordat we echt begonnen al even over hadden van, ja. Ja, we streven allemaal een hoog niveau naar en de kans is best wel groot dat je op een gegeven moment tunnelvisie hebt. En nou, in ons vakgebied zijn er best wel veel, nou, om het zo maar te zeggen, ja, totaal gekke chefs en bartenders, zeg maar, ja, die alleen maar daar, en dan mis je soms een beetje de menselijkheid, persoonlijkheid, en hij is gewoon heel chill en heel goed. En Peach doet ervoor geen is. Je bent rustig. Nee, niks. Nee, alles is. Je bent chef-kok van Bistro Het Gerecht. Ja. Te vinden onder naast NH De Viel. Ja, onderdeel van het grote brand NH Hotels. Ja. Part of Miner sinds dit jaar. Een klein restaurant, 30 stoeltjes per avond, zitten veel vol. Heel erg gewaardeerd in Groningen. Ja. Jullie scoren goed. Ook op de grote commerciële website. De beoordelingen zijn goed. Ik heb het zelf gegeten. Ik vind het eten zelf ook super lekker. Wat is je signature dish? Die vraag krijg ik best vaak, John, ja. Maar ik denk dat je, als een goede chef geen signature dish hebt of een favoriet gerecht hebt of een favoriet onderdeel, dan ga je vastroesten, denk ik. Je moet gewoon blijven vernieuwen. En ja, wat je doet, komt wel terug. Herhalen we wel, maar proberen te verbeteren. Dus echt een signature dish hebben we niet. Ja, de stijl van ons, van mijn keuken, dat proef je in alle gangen als je bij ons een menu eet, zeg maar. Dan, hoe zou je die omschrijven? Fris en een lichte keuken. Dus niet dat je na 5 gangen een oude klassieke Franse basis hebt op basis van boter, boter, boter. Maar bij mij thuis kun je, als je bij ons het restaurant hebt gegeten, kun je thuis nog gewoon een zakje chips openmaken, s'avonds als je naar een film zit te kijken. Want je bent voldaan, maar niet tot de nok toe gevuld. En die balans moet goed zijn, vind ik. En jullie zijn in een bistro? En de naam is Bistro Het Gerecht. Dat bestond al voordat ik kwam. Ja, voeren jullie dat ook echt door? Hebben jullie ook echt die bistro in gedachten? Nee, nee, absoluut niet meer. Dat zullen we ook. We hebben plannen voor 2021. Ja. En als die doorgaan, dan zal ook een naamwijziging gaan komen. Het gerecht staat als een huis. Dat blijft staan. Maar mijn bistro, de filosofie, is ooit begonnen met de beste biefstuk van de stad, de beste kreeft uit het homarium. Dat doen we niet meer, omdat het niet mijn gedachtegang is van kwaliteit. We moeten niet alleen maar caviar en lever en kreeft willen gebruiken, want dat gaat weg. Weet je, dat, over 50 jaar bestaat het misschien niet meer, dat die mooie stukken vis, omdat we allemaal maar willen roven uit de zee. En je moet de natuur respecteren, en een bietje is ook natuur. En een stukje daslook uit het wild is ook natuur. En daar proberen wij onderscheid in te maken. Dat we spulletjes van uit de regio halen. En daar kennis en vakmanschap aan toevoegen. En dan uiteindelijk hele mooie gerechten creëren. En jij hebt onlangs een 10e nominatie gehad in, ik vergeet de naam weer, Bib Gourmand van de Michelin. Dus de onafhankelijke gids is zoals Michelin. Michelin, de gids is de bijbel voor koks. Ja, het rode boekje draait het om. Ja. Tegenwoordig is het een beetje groen trouwens, via de Avocado Show. Maar dat is de bijbel voor koks en daar staan we goed in Groningen. Ja. We hebben 10 jaar een prijs voor prijs en kwaliteit. Dus het is een balans. Dat proberen we in alles door te voeren. Dus niet alleen in de gerechten, maar ook in de gastvrijheid. Ook in de wijnen die we serveren. En daarnaast is er gids als Gomio. Lekker en grootspraak. Daar scoren we ook allemaal goed in. Dus ja, we doen wat dat betreft, van de 4 grote gidsen doen we op alle 4 fronten mee. Goed. Maar hoe voelt het dan als je dan
eigenlijk als je als toerist naar Groningen gaat en je gaat een website op, dan kan je niet om Bistro het Gerecht heen om het eten. Je kan niet om de Stockroom inmiddels meer heen. Jullie zijn nu wel een beetje leidend ook voor wat mensen naar Groningen trekt. Zijn jullie, ik heb bijna het gevoel, de Stockroom in ieder geval ook sowieso de afgelopen weken, maanden, dat jullie ook publiekstrekkers gaan worden. Van, het is een reden om ook de stad te gaan bezoeken. En het was eens andersom. Ik zie daar een soort van ontwikkeling in, dat Groningen zeg maar op culinair vlak veel meer een stad gaat zijn waar je naartoe gaat, specifiek voor eten en drinken, wat Maastricht bijvoorbeeld al had. Ja. Wat Groningen eigenlijk nog niet had, was een beetje een kroegenstad. Hè? Dan ga je de Peperstraat in, Poelenstraat en de kroegen in. Ja. Ja, ik denk het ook. Ik bedoel, er is zoveel veranderd de afgelopen 5-6 jaar. Dat is eigenlijk bizar. Ja. Dus ik denk dat Mofongo wel een beetje het eerste megalomane concept was waar veel te doen was op culinair vlak. Waar mensen een soort van, los van de gerenommeerde zaken zoals het gerecht, mensen wel specifiek voor naartoe kwamen. Alleen nu, ja, er is zoveel bijgekomen de afgelopen 6 jaar. Ja, ik zag 22% meer horecagelegenheden in een 3 of 4 jaar tijd in Groningen. Ja, en ik denk dat het voornamelijk ook concepten zijn. Dat dat vernieuwend is vergeleken met 4 jaar geleden. Ja. 4 jaar geleden begon iemand een restaurant met een keuken en tafels en stoelen en borden. Ja. En tegenwoordig zit er een gedachte achter. En die gedachte die is uiteindelijk bepalend of je staande blijft of niet. En super niche. Ja, er zijn ook geen massale dingen meer. Want de afgelopen jaar, ik zag ook wel een trek van hele grote ketens en partijen die in loodsen, ooit en niet restaurants aan het opbouwen waren. Maar je ziet nu heel veel van die kleine echt niche-concepten hier opstaan. Ja, ik denk ook dat uiteindelijk niet alleen in Groningen, maar in Nederland is wel bijna een positieve uitwerking geweest eigenlijk van de crisis. Ja. Mensen nog bewuster hun geld in de, als ze naar de horeca gaan, dan willen ze het wel heel bewust uitgeven en iets wat zij heel tof vinden. En daardoor ben je eigenlijk gedwongen als horecaondernemer om alles wat je doet, zeg maar, om daar echt goed over na te denken. En ik denk dat dat gewoon hele uiteindelijk heel positief is voor het vakgebied. Dat het niveau eigenlijk alleen maar omhoog gaat. Ja, we hebben Groningen zit ook in de flow. Zeg maar. We blijven altijd een jonge stad. Dat de studenten ieder jaar weer met velen komen. Maar ik denk ook dat daar steeds meer mensen van blijven hangen. Omdat Groningen toch ook grote bedrijven als Google aan heeft getrokken afgelopen jaar. Dat daardoor blijft Groningen groeien, denk ik. En, het Westen kent Groningen alleen van de bevingen. Er gebeurt echt veel meer dan alleen de grond die trilt. En komen jullie soms samen, de hoofden van culinair Groningen, gastronomisch Groningen? Is er een soort van groep of een dag of een club of een kroeg waar jullie standaard komen? Naast de vrije borrel natuurlijk. Nou ja, ik wou net zeggen dat. Kunnen we wel introduceren. Erik weet, hier komen er veel toch, Erik, uit de horeca? Ja, absoluut, ja. Het is wel een goed idee eigenlijk. We hebben niet een vast moment dat we zeggen, we komen bij elkaar. Nee. We komen elkaar wel mega veel tegen natuurlijk. Ja. Het moet denk ik ook niet echt een must zijn om elkaar te zien. Je moet elkaar gewoon ergens tegenkomen en dan ga je over dingen praten met elkaar. En dan krijg je daar weer een nieuwe energie. Ja, misschien ook bij elkaar eten, proeven. Ja, dus ik denk dat als een kok bij jou komt eten, dan leert hij ook hoe je anders met je drank om kan gaan. Zoals bij, het is heel toevallig, december 2019 afzonderlijk van elkaar in Amsterdam. Maar je komt elkaar wel bij de voordeur tegen. Ja. Bij een lancering van Gomeo, waar de jongens een hele mooie review en hadden op een typfoutje na. Stockroom stond niet meer in Groningen, maar in Haarlem. Maar verder wel een super mooi stuk. En, en wij staan dan ook in die gids. En dan, weet je, daar tref je elkaar ook. Dan spreek je toch ook je collega's die wat verder weg zitten. En dan vorm je als Groningen toch een front. Je trekt dan toch naar elkaar toe of zo. En creativiteit heeft echt wel ook Groningen geraakt op culinair vlak. Die concepten worden ontwikkeld. Zijn ook hele goede concepten. Stockroom viel me op. Ik was hier op de proefavond. Ja. Van hoe goed jullie toen al hadden nagedacht over alle puntjes op de i. En het was één familie achter de bar. En het was doorgevoerd in de kleine dingen op de bar. Staat de Stockroom gegraveerd. Menukaart. Ja. De namen van de cocktails. En dan ook weer de kwaliteit van de cocktails. En dat was ook wel iets wat ik een beetje wel miste in Groningen. Is dat we toch al gechargeerd een beetje de houding hadden van het studentenstad. Dus goedkope prijs, wat frietjes, biefstuk, saus. En dan is het wel best. En een potje bier erbij. En dat verandert nu wel echt. Mensen zijn ook bereid om geld uit te geven. Exact. En ik krijg nog, en Erik ook denk ik, heel vaak de vraag. Tenminste als we buiten Groningen zijn op beurs of zo. Dan zeggen mensen, veel studenten bij jullie zeker. Dus ik had eigenlijk in de Stockroom eigenlijk helemaal niet.
gewoon bijna geen studenten, maar juist ja, werkende mensen, leeftijdscategorie 25, 45, 50. Ja. En ja, dan reageert iedereen nog best wel verbaasd. Alleen, ja, dat is wel nu steeds meer gangbaar in Groningen, wat Henry net ook al zei. Van die doelgroep die groeit en die zijn op zoek naar andere dingen. Inderdaad, andere dingen dan buiten het, wat jij net omschreef. Dat is ook wel. We hebben ook wel eens gasten die gewoon trots zijn om dit te laten zien. Dat Groningen dit heeft. Ja, ze zeggen van, ja, ik heb iemand uit Amsterdam of in ieder geval uit het Westen meegenomen. Ja. En ze zeggen dat in Groningen niks te doen is. Totdat ik de bar laat zien. En ja, dat is altijd wel tof om te horen, zeg maar. Dat ze dat echt ook een beetje van hunzelf al hebben. Dat de Stockholm echt iets Gronings is. Ja, en niet per se alleen van ons, maar echt een Gronings. Ja, maar die Hidden Bugs had je al in Amsterdam. Ik ga vrijdag naar Maastricht. Ga ik naar Mrs. Smit? Mrs. Smit, ja. Ja, goeie bar. Ik ben benieuwd. Aanraden? Ja, zeker weten. Ja. Ja, hele toffe bar ook. Wat ik interessant vind, en dat hebben jullie volgens mij alle drie, is dat consequent doorvoeren van de kwaliteit. Of je nou 10, 20, 30, elke cocktail, elke bord heeft dezelfde kwaliteit. Eten, elk stuk vlees dat je serveert moet goed zijn. Het is praktisch onmogelijk in mijn gedachten hoe je dat kan noemen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd van hoe voeren jullie dat door? Hoe blijf je zo gefocust op kwaliteit? Ja, disciplinair zijn. Ja? Dus enkel goede keuzes maken, dat vind ik een belangrijke. Dus dat je niet voor concessies gaat doen in je basisproduct. Want op het moment dat je in mijn geval een stuk vis krijgt die al 5 dagen aan wal is. Of je krijgt van die jongens een distillaat die al 3 dagen aan het oxideren is. Dat zijn allemaal belangrijke elementen dat je daar een goede controle over hebt. En dan een keuze maken in van ik gebruik het niet of ik gebruik het wel. En als je daarvoor gaat kiezen om het wel te gebruiken, dan gaat je eindproduct nooit het niveau halen die je wil. En daarnaast discipline in de jongens, in mijn geval in de keuken, dat we ook de juiste technieken blijven toevoegen. En dat je vertrouwen kan op elkaar dat het ook gebeurt zoals je het met z'n allen afspreekt. Ja, want voor de buitenwereld lijkt een keuken met gewoon gastronomisch eten, gewoon goed eten, lijkt bijna op een militaire operatie. Ja. Wordt ook denk ik behoorlijk geromantiseerd door alle televisieprogramma's die je hebt. En de grote chefkokken die er dan ook weer wat van maken. Maar je werkt met een jong team. Ja. Alleen, ja, we werken heel veel uren. Genoeg. Ja. Nee, ik zeg altijd dat de jongens ze moeten het leuk vinden. Weet je, als je geen plezier uit dat je job, dan moet je per direct iets anders gaan doen. Want het is zo'n lifestyle die horeca nog steeds is. Ja. We hebben andere tijden, we hebben andere dagen. Ons weekend is maandag, dinsdag. Weet je, dat is bizar, maar het is zo. Waar gaan jullie dan heen op maandag, dinsdag? Op de bank. Ja. kan jij trouwens nog normaal een ander restaurant eten? Ja, zeker. Thuis op zondag is het gewoon bami-soep, hoor. Ja? Ja, lekker. Kan ik me niks bij voorstellen dat je dat doet. Ja, nee, maar zeker. Als je bezoek krijgt, willen ze ook altijd... Ja, dan wel, ja. Ja. En dan pak je ook uit. Gaan we lekker uiteten. En kan jij nog ergens gewoon een drankje bestellen zonder te kijken of het glas goed is gedraaid? Nee, niet. En het is ook wel, wat Erik net zei, op de bank of als we op stap zijn, zeg maar... Ja, dat gebeurt bijna niet, maar niet werkgerelateerd. Dan gaan we het liefst gewoon naar het café. Weet je wel, de oude wacht of zo. Biertje drinken. En dan, maar als wij naar een cocktailbar gaan, of we gaan naar Amsterdam. Ja, dan gaan we toch weer bezig de hele tijd met werk eigenlijk. Ja. Dus ja, hoe meer je moeite je eigenlijk doet voor je gasten, hoe minder moeite doe je zelf als je gewoon op pad bent. En ik vind het heerlijk om ergens gewoon een simpele dag op te eten en een biertje te drinken. Gewoon chill. Ja, maar ik probeer ook wel... voorzichtig in te zijn met de verwachtingen. Want het is namelijk zo, als ik naar Antwerpen ga en ik ga 2 sterren, heb ik van tevoren gereserveerd, verheug ik me erop, dan verwacht ik echt Sky. Ja, ja. En dan moet het ook zo zijn. En als die verwachting dan niet waar wordt gemaakt, dan is mijn uitje dag echt verknald. Ja. Maar als wij simpel een satéetje gaan eten, dan wil ik alsnog een lekker satéetje eten, maar ben ik wel minder kritisch. Dan weet ik ook dat er minder mensen achter staan. Ze hebben geen... militaire operaties, zoals je het zegt, van koks en gastheren die daar staan. En dat zijn in dat soort zaken wel zo. Ik probeer zoveel mogelijk te kijken naar mensen die het heel goed doen. Die het op een heel hoog niveau doen, zoals bijvoorbeeld hier in de Stockholm. En daar ook dingen uit te pakken. Okay, maar hoe organiseren zij iets? En hoe bewaken zij de kwaliteit? Daar kun je alleen maar van leren van elkaar. Wij zijn daar heel open in. Iedereen is welkom in onze keuken. We hebben nooit een gast geweigerd. Er komen regelmatig gasten naar de keuken toe.
En dat is ook omdat je kennis moet delen, vind ik. Weet je. Ja. Dat wij het goed, als wij het goed doen, waarom zullen we het met anders niet gunnen om goed te gaan? Ja. Dus je mag van alles afkijken, alleen ze kunnen niet in iemands hoofd kijken nog steeds. Hè. Dus, En hoe gaan jullie om met die druk van mensen die online op een review heel positief kunnen zijn, maar ook zeer kritisch en soms zelfs gewoon zeer negatief? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, die krijgen we al, absoluut ook wel eens. Ja, het is, je kan eigenlijk nooit 100% tevredenheid herhalen, denk ik. Maar je kan er wel naar streven. En op het moment dat gasten een mening hebben over iets wat hier voor hun niet goed is gegaan, dan is denk ik alleen dat we kunnen kijken hoe kunnen we dat oplossen. Hoe kunnen we zorgen dat ze volgende keer, als ze nog een keer komen, wel tevreden de deur uitgaan. Ja, ik vind is soms als ik vervelend ben of iets te veel wijn heb gehad, en dan komt dan zo'n ober of een iemand naar me toe en die vraagt van, heeft het gesmaakt dan? Kijk ik heel serieus, zeg ik, nou, niet echt. En dan ben ik altijd zo benieuwd hoe ze erop reageren. Vaker weten ze er niet hoe ze ermee om moeten gaan. Ik vind het echt een kans dat je zegt, ga dan met gesprek aan. Ja. Maar hoe vinden jullie dat je daarmee om moet gaan? Stel voor, je hebt gewoon wel een avond een klant in je. En je gaat aan die klant toe. Je vraagt van, heeft het voldaan aan je verwachting? Of was deze cocktail lekker niet klant, zeg? Gast. Ja. Gast. Ja, wij zijn altijd in gasten. Ja. En, sorry, gast. Gast. Nee, maar, ja. De klanten gaan naar de ramen met rode lichtjes. Ja, bij ons is het natuurlijk wel zo, niet alleen in Stockholm, maar ook Boilermaker en Bol. Kijk, negatieve reviews, mensen die ontevreden zijn, dat bestaat gewoon eigenlijk. Dat vinden mag niet bestaan volgens ons. Dus helemaal on the spot, zeg maar, op de werkvloer, als iemand tegen je zegt, een gast tegen je zegt van ja, ik ben niet tevreden, dan kun je het eigenlijk altijd direct oplossen. 9 van de 10 keer, wat de klacht ook is, kun je het oplossen. Ja. En verder, ja, we reageren altijd wel op negatieve reviews. Al is de negatieve reviews de laatste tijd is eigenlijk een soort van luxe positieve review. Want heel veel mensen klagen dat het druk is. Kunnen we niet zoveel aan je doen. Je moet inmiddels reserveren hier. Ja, ja. Bij jullie ook heel vaak, toch? Ja, ja, in de weekenden voor zeker. Ja. Wij proberen daar in negatieve dingen wel de kritische noot uit te halen. Ja. Maar op het moment dat iemand een keuze die wij voeren, bijvoorbeeld in het seizoen voeren we een stukje hert. En hij vindt het jammer dat hij geen rund heeft gegeten. Dat is een keuze die wij voeren, die we niet kunnen aanpassen op dat moment. Uh-huh. En, dus daar moet je kijken naar de kritische noot in de kritiek. Ja. Welke kun je eruit filteren, waar je wat mee kan doen. En daar moet je beter van worden. Ja. Maar dat het te druk is en dat je dus de Stockholm niet meer op een vrijdagavond om 10 uur binnen kan lopen zonder te reserveren. Daar moeten ze ook gewoon aan wennen in Groningen. Dus we hebben nu ook wel extra personeel aangenomen om vrijdag en zaterdag gewoon één iemand standen bij de deur te hebben staan. Zodat we zelf een beetje de controle kunnen houden op hoeveel mensen er binnenkomen. Maar dat is ook nieuw in Groningen. Ik merk het ook op mijn eigen feest. Is dat ze mensen ook niet gewend zijn dat een feest is uitverkocht hier. Ja, precies. Dus mijn telefoon de laatste dag gaat bijna 80 keer over. Ja. Met vragen van, hey vriend, broer, heb je nog kaartjes? Maar mensen zijn dat niet gewend. Groningen staat wel bekend om een plek waar je binnen en buiten kan lopen. Ja. Je zet je jas in één plek en die haal je dan om 5 uur 's nachts weer op. Overal ga je binnen en buiten lopen. En ook dus de bar en de kroeg, elk restaurant. Maar dat kan inmiddels niet meer op de goede plekken. Nee. Ook Mr. Mofongo kan ik ook niet meer gewoon naar binnen op vrijdagavond. Nee, klopt. Ja, Block & Barrels is mijn favoriete plek om eventjes ook naartoe te gaan. En hij is dan wel altijd vriendelijk en zegt van, ik vind wel een plekje voor je aan de bar of beneden. Maar zijn dat compromissen die jij zou willen sluiten bijvoorbeeld in jouw restaurant? Nou ja, wij zijn ook gewoon, we proberen daar wel straight in te zijn. Weet je, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja. En reserveren kun je leren. Dat is een bruggetje die Groningers inderdaad moeten gaan krijgen. Want wij krijgen ook vaak op. Er zijn al 2 quotes. Hè? Reserveren kun je leren. En klanten gaan naar de lampen. Voilà. Nee, maar op zaterdag dan komen er 60 hotelgasten, zeg maar, 60 kamers check-in. En die vragen van de 60 vragen de 15 kunnen we eten. Heeft u gereserveerd? Nee, we zitten vol. En die hebben een teleurstelling. En we proberen dat dan wel zo goed mogelijk op te vangen door ze elders bij collega's te plaatsen. Maar ook, die spoeling is dun in het hoge segment. En die zitten ook gewoon vol gereserveerd. Als we 200.000 inwoners hebben en we hebben 200 stoeltjes. Ja, dan hebben we ergens een vraag en aanbod wat niet op elkaar inspeelt. Dus dan zit je vol en moet je nee zeggen. En dan moet je ze alleen zo goed mogelijk opvangen om ze een volgende keer wel te kunnen laten zien wat we kunnen. En zien jullie het voor jullie om meerdere concepten hier neer te zetten? Als jullie zeg, met z'n 3 iets neerzetten, heb je best of both worlds, hè? Ja. 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 Toch? Ja, zeker. Ja, op dit moment doen we een event, maar ik ben ook wel
bezig om te kijken als we iets met pop-ups kunnen doen in de stad Groningen. Ik denk dat het heel tof is dat we veel gave locaties hebben. Ja. Maar dat je het wel exclusief moet houden in de vorm van tijd, denk ik. Dus iets maar een bepaalde periode te draaien en dan te zeggen, poef, het is weg. Of is het, net als Ron Gastrobaak meerdere concepten neerzet, zie je dat niet voor je? Ja, weet ik niet. Ik heb bij meerdere zaken van Ron Blauw gegeten. Ja. En ze zijn niet allemaal even goed. Dat is mijn mening. Want daar is wel een zaak waar ik met verwachting heen ga. Ja, ja. En ik heb bij één waanzinnig goed gegeten, was de eerste ervaring. Dan vind ik dat die andere vier ervaringen ook moeten evenaren. En dat was niet altijd... Daar is kwaliteit ook een gevaar. En een verwachting van een gast. Hè. Die zijn sky high, dus dan moet je maar waarmaken. En je bent zo goed als je laatste wedstrijd in de horeca. Dus op het moment dat je zaterdag supergoed scoort, maar maandag heb je je dag niet of ben je verkouden en proef je een saus net minder intens dan dat die is. Of hij heeft niet lang genoeg doorstaan te rijpen, dan daar beoordelen ze je toch op. Ja, klopt. Ik zie het wel gebeuren, nog meer horeca. De trek naar de stad wordt vele malen groter. Ik heb ook het gevoel dat onze stad echt gaat exploderen in de komende jaren. En ik merk ook gewoon dat er wat verandert in de cultuur. Ja. Dat we ook steeds vaker uit huis willen eten. Of steeds vaker een gesprek of ontmoeting met je vrienden ook uit huis wil doen. Waar het is, kom maar naar mijn huis. Ga je nu gewoon even naar de stad of je gaat uit eten. Ik merk ook gewoon dat ik liever nu uit eten ga dan dat ik thuis ga koken. En dat ik thuis koken nu, zeg maar, iets unieks vind. Ja. Zeg maar uit eten was een dingetje. Nou, dan eet je 6 dagen per week thuis en na 1 dag ga je uit eten. Is het bijna andersom aan het worden. Ja, dat is een beetje... In Italië, Spanje is dat heel normaal. Ja. Iedereen de koffie in Italië drinkt ze geen koffie. Ja, eentje thuis en dan de rest doen ze buiten de deur. Weet je, en in Nederland was het vanuit vroeger uit, denk ik, dat, wat zeggen we, gierigheid of zo. Dat je toch maar, wij zijn zuinig, thuis hebben we ook koffie, kost minder inslag. En dat we nu, de economie draait natuurlijk op volle toeren, dat helpt mee. En daardoor zijn de bestedingen ook hoger van gasten. En ik merk het zelf ook wat makkelijker. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar weet je. Het is een beleving die de gasten willen, denk ik. Meer dan... Het gaat, wat we net over, gaat gasten nu veel meer over een totaal concept. En dat ze, nou, als ze weggaan, willen ze gewoon meer dan alleen het eten of het drinken. Inderdaad, gewoon totale belevingen bij. En ik denk ook dat er in Groningen veel meer gaat gebeuren. En wij hebben ook zeker een ambitie om te kijken wat we vanuit de stockroom nog kunnen doen. Ja. Ik denk niet dat je... Kijk, ik vind dit concept... begint bij de ruimte, begint bij het verhaal hoe het begonnen is. Dus daar nog uniek. Je moet niet te hard proberen te copy-pasten. Want we zitten dus in het voormalige opslag van zusje van André Dokter. Ja. Ja. En hier werd drank of vlees opgeslagen. Wat werd hierop? Ja, vooral gewoon frisdrank. En jij zag deze ruimte en je dacht... Dit nou kan... ja, André stelde mij voor. Ja. Ik had hem nog helemaal niet gezien. En toen zei ik dat ik wegging bij hem. En toen dacht hij van... je mag ook je eigen cocktailbar beginnen. Of ik ga zelf maar weer iets beginnen, zei hij. Maar hij gunde het mij heel erg om iets op te starten. Dus ja, toen zijn we gaan kijken. En dat beviel eigenlijk direct. En omdat er een gedeelte van de ruimte moest nog wel het magazijn blijven. Dus dat is ook eigenlijk ook de reden dat het direct een goed verhaal was voor een speakeasy bar. Mooi. Speakeasy. Ja. Je zei het net al. Ja, dat is een nieuw woord voor mij, speakeasy. Ja. Waar staat dat voor? Waar komt dat vandaan? Vanuit New York. Nou, vanuit de Lennart te zeggen lopende encyclopedie. Ja. Dat is niet normaal. Dus nu gaat het gebeuren. Dit onderwerp. Vanuit Amerika. Dus tijdens de drooglegging mag er niet meer legaal alcohol geschonken worden. Van 1920 tot 1933. En toen, als je iets verbiedt, dan gaan mensen dingen verzinnen. En een van de dingen die ze verzonnen was een speakeasy concept. Hidden bars, echt, je kon het zo gek niet bedenken. Bijvoorbeeld in één blok in Manhattan, op het hoogtepunt van de drooglegging, waren volgens mij op een gegeven moment, heb ik gezien in de documentaire, iets van 55 speakeasy bars. Dus dan hebben we het over een tiental straten. Waarbij de deal was eigenlijk dat mensen gingen betalen voor de live muziek. En dat de drank gratis was. Dus je betaalde flink om binnen te komen. Je moest aankloppen. Of je kreeg een code van iemand. Er waren allerlei verschillende manieren. En dat heette speakeasy. Omdat er natuurlijk gewoon niet te veel geluid mocht komen uit die ruimtes. Want het was hartstikke verboden om alcohol te schenken. En eigenlijk een jaar of 15 geleden zijn die bars wereldwijd weer een beetje teruggekomen.
Wat vaak hele toffe bars zijn. Ik bedoel, in New York heb je eentje, loop je een hotdog tent binnen. En daar staat een telefooncel in. En loop je die telefooncel door, zit er een deur in die telefooncel, kom je in die cocktailbar. In Amsterdam heb je natuurlijk Door 74 was de eerste. Ja. Wat gewoon echt een, ja, van de buitenkant. Je loopt er 150 keer langs. Je moet echt weten dat je naar nummertje 74 moet. Nou, dan kon je aanbellen, ging er zo'n schuifje open. Heb je gereserveerd? Ja, nou, kom binnen. En wij wouden eigenlijk een bar maken of creëren waarbij de drooglegging, die periode en de periode voor de drooglegging heel belangrijk was. Dat is eigenlijk de grondlegging van de cocktailcultuur zoals we het nu kennen. Ja, super belangrijke tijd geweest in cocktails. Dus zeg maar vanaf begin 1800 tot aan de drooglegging. Er waren zoveel creatieve bartenders die eigenlijk in één keer allerlei nieuwe producten geïmporteerd kregen waar ze mee konden werken. Wij gebruiken die boeken bijvoorbeeld nog steeds. En dus die sfeer wouden we neerzetten vanuit die cocktailcultuur. En in eerste instantie zeiden we van ja, misschien moeten we wel van de buitenkant, moeten we niet 100% speakeasy zijn, want dat is misschien te hoogdrempelig voor Groningen. Geen wachtwoord? Nee, geen wachtwoord. Dus wel een geheime deur. Wel een geheime deur, ja. Ze lopen waarschijnlijk regelmatig bij het zusje. Ja, absoluut, ja. Wat vinden ze daarvan inmiddels? Ja, vinden ze wel leuk. Ja, nu is het wel leuk. Ja, ja. We kunnen ook goed samenwerken met elkaar. Dus als het daar heel erg druk is om 8 uur, waar bij ons altijd iets rustiger is, omdat het dan echt etenstijd is voor iedereen. Dat ze zeggen, nou ga anders eerst even een drankje doen bij de stockroom. En dan zodra er een tafel vrij is, dan halen jullie op. Ja. Dus dat is altijd sowieso altijd wel een goede samenwerking. Ja. Dus je hebt geen wachtwoord, je kan gewoon binnenkomen en het liefst wel reserveren? Ja, dus dat is... Tot 9 uur. Ja, tot 9 uur. Daarna is het... We wouden zelfs eerst nog aan de buitenkant wel iets van een etalage maken. Dat je vanaf buiten naar binnen in ieder geval kon zien. Zo van, hier zou het denk ik zijn. Alleen we kregen in dat... Zeg maar die proef, dat proefweekend waar jij ook was, zoveel positieve reacties juist van juiste cliëntel. Die zeiden van ja, het is eigenlijk super tof dat je van de buitenkant niet kan zien. Ja. En nou, misschien heeft dat ons aan het begin wel wat omzet gekost. Tenminste, we hoorden vaak mensen die het niet konden vinden. Ja. Maar tegenwoordig, maakt het niet zoveel meer uit. En iedereen weet het wel. Je komt heel gericht. Ja, precies. Dus. Bij het gerecht is het ook niet anders, denk ik. Zit net niet in het gebied waar je langs loopt? Nee, geen wandelroutes. Beetje aan de buitenkant, wel in het centrum, aan de grachten. Maar ook omdat we een hotel zijn, weten heel veel mensen niet dat het een restaurant bij het hotel wordt. Of andersom, dat het hotel ook een restaurant heeft. En, goed, daar gaan we wel naar kijken hoe we dat in de toekomst anders zouden kunnen doen. Je hebt volgens mij dat Soho House. Dat is dan een club waar je dan ook alleen maar als member dan naar binnen mag komen. Die zit ook in Amsterdam inmiddels en in New York. Is dat iets wat hier zou werken? Dat je gewoon mensen jaarlijks een bijdrage laat betalen en alleen met de memberpas kom je dan binnen? Ja, dit gedeelte van de bar waar we nu in zitten is volledig geïnspireerd op het hele Soho House concept. Want ook dat was in de jaren 20 al een dingetje. En dat is de bekende Peaky Blinders tijd. Ja, precies. Vandaag, zo noemen ze jullie ook wel, hè? Peaky Blinders sfeer. Ja, dat is in de media wel voorbij gekomen. Ja. Je collega's van Sikkom hebben dat gebombardeerd. Ja. En dat vonden wij alleen maar heel grappig. Het is, het is wel zo. Erik die zei laatst onder wat lui hier aan de bar. Die wouden alleen shotjes klappen en bier drinken. Dus van jullie zijn toch Peaky Blinders bar? Maar we zeiden uit die tijd, weet je. Ja. Want echt speakeasy zaten mensen gewoon heel keurig netjes met een dry martini gewoon te genieten. Ja. Dus dat is wel... Dus aan het begin noemde iedereen ons zo. En daar waren we toen heel blij mee, want dat artikel was helemaal ontploft. Ja, klopt. Daar waren wij heel blij mee natuurlijk. Alleen nou, gelukkig normaliseert het zich nu weer een beetje. Ja, dat is... ook André Dokter, daar ga je heen voor goed vlees, wat er dan vertelt. Hier ga je even voor Peaky Blinders. Ja, terwijl je bij André Dokter ook zeg maar aan het barconcept super gastronomisch kunt eten. Ze hebben ook gewoon goede vissen. Ja. Wat denken jullie wat Groningen nog mist? Gebied van gastronomie bedoel je? Bijvoorbeeld. Ik zie gastronomie als misschien wel een van de belangrijkste dingen wat een stad of een centrum moet hebben. Maar bijvoorbeeld gastronomie, maar het kan, mag ook wel breder. Ja, de gastronomie brengt samen. Hè. Dus in heel veel opzichten is het verbindend. Dat je mensen gaan verbinden aan een tafel zitten, mensen gaan verbindend aan de bar een cocktail drinken. Je socialized, dat zijn natuurlijk belangrijke facetten van het leven. En helemaal de doelgroepen waar wij op inspelen, denk ik. Mensen die tussen de 25 en de 50
daar is netwerken een enorm belangrijk onderdeel van. Dat bepaalt hoe je groeit en hoe je ontwikkelt. En ja, dat soort plekken zullen er nog meer mogen komen in Groningen. En dan het liefst mijn gedachte om dat exclusief te houden. Dus inderdaad niche, mooi, klein, ja. Maken niet te massaal. En daar moeten we als kleine ondernemers tegenop knokken. Tegen de grote jongens, zeg maar. Die hebben natuurlijk veel gewicht en veel kennis al van zaken. Omdat ze meerdere cash zaken hebben. Vaak. Sorry? Cash. Ja, in tegenstelling tot ons. Poel is ook nog wel iets, ja. Maar het is allemaal liefde, weet je. Ja, ja, ja. Lennart heeft wel eens vaker gesproken met... moeten denken, soms ook vanuit de portemonnee, niet met het hart. Want dan, als je met het hart gaat denken, dan gaat je voor liefde voor het vak enorm draaien. Ja. En dan gaan alle remmen los en alle mogelijkheden die er zijn, die pak je aan. Alleen soms moet het ook kunnen passen, het moet ook haalbaar zijn. En, ja. Maar jij hebt die balans gevonden omdat je ook samenwerkt met twee anderen die op dat vlak weer heel goed nadenken, op het bedrijfseconomisch vlak. Ja, zeker. Ja. Marijn is dan bij ons degene die dat 100% doet. Natuurlijk is het superbelangrijk. En ja, het is altijd wel een beetje de balans vinden inderdaad tussen je vakman hard volgen. Maar je leert gewoon steeds meer dat... hoe moet je het even goed zeggen? Ik bedoel, een concept valt en staat ook. De kwaliteit van het concept valt en staat ook met betrekking tot de haalbaarheid. Maar je had het net over compromissen. En wat maak je nou bijvoorbeeld de stockroom of het gerecht? Dus als je gewoon aan de andere kant, zeg maar, je passie de doorslag laat geven. Zeg van oké, luister, bij ons kosten de cocktails gewoon minimaal €10. En sommige kosten €17. En het maakt ons niet uit wat iemand ervan vindt eigenlijk. Want ik weet zeker, de doelstelling is dat degene die die cocktail bestelt van €17 weggaat. En zegt van, jee, dit is echt wel een van de lekkerste dingen die ik ooit gedronken heb. En de sfeer was top en de service was top. En als je dan in gelooft dat dat kan, dan gaat dat gewoon lukken. Uiteindelijk gaat dat gewoon lukken. En dus dan maak je je concept ook haalbaar. Alleen natuurlijk, uiteindelijk telt gewoon het netto resultaat. Alleen ik denk dat wij daar wel, niet alleen met de stockroom, maar gewoon binnen ons hele bedrijf wel steeds beter die balans in vinden. En ook met betrekking tot events. Weet je, je wordt voor zoveel dingen gevraagd. En soms wil vorig jaar bijvoorbeeld Stadspark Live. Dit jaar gaat het beter. Alleen dan willen we gewoon heel graag Stadspark Live doen. Want het is toch wel weer op de drafbaan in Groningen. Daar wil je gewoon als bedrijf, horecabedrijf, onderdeel van zijn natuurlijk. En dan, ga je daar nu wat strenger op zijn? Want je hebt vorig jaar wel veel gedaan. Ja, maar Stadspark Live bijvoorbeeld niet. Omdat het gewoon geen haalbare kaart was financieel. Snap je? Dus dan doe je het niet. Ja. Daar waar ik misschien 3 jaar geleden had gedacht van, we doen het gewoon. Ik vond jullie op Noorderzon een waardevolle toevoeging. Ja, wij ook. Dus dat vond ik heel fijn. En we hebben ook een samenwerking gehad op Trendship. Ja. Jullie hebben dan het eten en het drinken verzorgd voor ondernemersavond. Was dan een diner. En we merkten eigenlijk dat de sprekers helemaal niet meer nodig waren. Mensen waren het eten verbond en zorgden gewoon voor dat mensen heel natuurlijk met elkaar gingen levelen. En dat was wel een mooie blend. Dus dit jaar gaan we dat zeker weer nog een keer doen. En we gaan volgens mij het eten en het drinken nog belangrijker maken. Minder nadruk op de kennis, maar gewoon veel meer op het samenkomen. Mm-hmm. En veel meer, ik noem het romantisch samenkomen. Als je ergens een stempel opzet van netwerken, dan vind ik het altijd minder interessant om daar naartoe te gaan. Ja. Omdat ik vind het juist gewoon fijn om mensen natuurlijk te ontmoeten en niet om gewoon kaartjes uit te delen. En klopt. Eten en drinken zorg daar gewoon voor. Ja, helemaal mee eens. En wat Henry is net ook al aangaf, ik denk dat dat ook een heel grote toekomst gaat zijn van de horeca. Niet alleen in Groningen, maar ook in Nederland. Dat steeds meer ongedwongen concepten komen waarbij je goed kunt eten, goed kunt drinken. Desnoods ook een goed feestje kunt vieren. Maar waarbij je zeg maar een soort van wat een connectiepunt wordt voor jouw netwerk. Of mensen daarbuiten die je kunt ontmoeten om het dan over werk te gaan hebben. En horeca, gewoon betere horeca aan bedrijfsgebouwen. Ja, dat zie ik ook wel gebeuren. Ik zie wel gebeuren dat gewoon bedrijven zich allemaal in de stad vestigen. En dat ze het natuurlijk veel natuurlijker vinden omdat hier veel horeca is. Maar ik zie het ook wel gebeuren dat ze gaan zeggen, maar ik wil in mijn gebouw wil ik ook gewoon een supergoed restaurant. Ja. Die bedrijfskantine imago, dat hebben bedrijven al niet meer. Ja. Ik denk dat de volgende stap is dat je ook gewoon ziet dat ze denk ik echt betere restaurants in hun... En ik denk dat
standaarden van mensen ook wijzigen. We worden natuurlijk als consument enorm verwend. Het is nu een beetje op een terugkeer, maar 3 jaar geleden werd je doodgegooid met kookprogramma's op televisie. Ja. Ik denk dat er wel 20 waren. Iedere uur tussen 5 en iedere zender tussen 5 en 8 was er wel eentje die ging met Topchef en Masterchef en noem het allemaal op. Dus consumenten worden daar rijker door met kennis en dan worden die standaarden daardoor ook hoger. En dat is ook in het bedrijfsleven is dat natuurlijk ook zo. Ja. En wat is volgens jullie de grootste trend waar iedereen aan gaat moeten geloven? Alcoholvrije cocktails. Ja? Helaas. Waarom zie je dat gebeuren? Nou ja, we zien het hier nu al heel veel. Dat mensen toch wel meer bewust zijn van hun alcoholgebruik. Ja. En ook de volgende dag gewoon fit willen zijn. Ja. En dan, als we dan in groepsverband anderen wel gewoon alcohol cocktails drinken, dan zijn er altijd wel een paar die zeggen van, doe mij maar een alcoholvrije. Oké, heb je nog steeds die experience, maar... Dat vinden mensen belangrijk, inderdaad. Dezelfde beleving, alleen wij noemen het dan low ABV, dus een cocktail wat laag in alcohol zit, of alcoholvrij. En ik zei net voor de grap, helaas. Maar het is, weet je wat het altijd is met trends? En dan heb je in eten en drinken misschien nog wel extremer dan in andere vakgebieden. Mensen slaan heel snel door in dingen. Dus dat betekent dat producenten ook heel snel doorslaan in het anticiperen op trends. Dus helaas betekent dat er heel snel heel veel troep op de markt komt. Wat kwalitatief gewoon slecht is. En, dus dat is altijd een beetje mijn persoonlijke dingetje van trends. En ook mijn advies altijd aan bartenders of collega's. Oké, laten we wel, als een trend een trend is, zeg maar. Als het gevoed wordt vanuit influencers en media, et cetera, laat het... producttechnisch en operationeel laten altijd heel kritisch onder de loep nemen wanneer iets of hoe je daarop kunt inspelen. Dat is eigenlijk voor ons persoonlijk, het maakt niet als iedereen aan de non-alcoholische cocktails wil, maken we non-alcoholische cocktails en sturen voor onszelf wel een Manhattan aan het eind van de avond. En de duurzame gedachte, circulaire product gebruiken. Dat zie je denk ik minder vlees. Ja, weet je, dat een lifestyle, dat een trend is, dat we allemaal fit willen zijn, dat we allemaal gezond willen zijn. Weet je, Nederland is het grootste land in Europa die avocados afneemt, weet je, omdat het gezond is. Ja. En dat wordt natuurlijk gevoed door de media, de influencers. Ik vind daar bewust een goede keuze maken. Weet je. Voor mij hoeven mensen niet vegetarisch te zijn. Je hoeft ook geen veganist te zijn. Dat is een bepaalde keuze, die respecteer ik altijd. We kunnen ook hele mooie veganistische gerechten maken. Liever niet te veel, maar... ik vind wel dat je, wij doen in ons grote menu van 7 gerechten altijd 2 gangen vegetarisch. En als je vegetariër bent, dan krijg je gewoon een volledig 7 gangen. Krijg je 7 en dan word je nog steeds blij van zo'n klant. En de gasten wel. Ze missen wel veel als je geen vlees eet bij jou. Ja, weet ik niet. We hadden natuurlijk vroeger altijd de gedachte dat proteïnen kwamen uit vlees. En dat is voor een deel ook waar. Ja. Enkel is kun je vlees ook als een transportmiddel zien van natuur. En als je die gedachte, als je daar dieper op ingaat. Dat moet je even uitleggen hoor. Nou, wij eten allemaal, laten we als voorbeeld de koe nemen. Ja. Het kalfje. De koe eten we allemaal, maar waar voedt de koe zich mee? Met water, graan en gras. Nou zeg ik niet dat we allemaal gras moeten gaan kauwen, water en graan moeten gaan leveren. Maar veel meer voedingsstoffen dan dat krijgt dat beest niet binnen. Nee. Vervolgens wordt dat opgeslagen. Wij gaan dat opgeslagen, die grondstof, gaan wij weer consumeren door middel van een stukje vlees. Ik denk als we daar bewuster in zijn, dat we daar zuiniger op zijn. Want het kost heel veel geld om zo'n dier zover te krijgen. Als je een duurzaam stukje vlees koopt. Als we daar bewuster in omgaan en niet iedere dag een stukje vlees eten. Maar bijvoorbeeld 1 keer per week geen vlees. Of 1 keer per week een stukje vis, dan heb je al 2 dagen geen vlees. Ik denk dat dat goed is voor de economie en voor de mensheid. Dat je daar beter... Maar vlees is niet per se slecht als je een goede keuze maakt. Alhoewel respecteren we het wel, zeker als mensen daar een keuze voor maken van ik wil geen vlees eten, zeker. En het houdt voor koks creatief, want je hoeft niet meer een biefstukje met een mooie jus te serveren, dat kan niet. Dus je zult iets met groentes moeten doen, maar ik probeer ook een focus te leggen als ik een inspiratiesessie hou voor collega's, dat de gedachtegang niet vanuit een biefstuk met groentes moet gaan. Maar leg jezelf de aandacht die je aan het stukje vlees geeft op een bepaalde groente. Waarom zullen we dat altijd als bijgarnituur zien en niet als hoofdmoot? En als je daar dieper over nadenkt en langer over nadenkt, dan kun je met heel veel technieken en kennis kun je echt supermooie dingen maken. Dat proberen wij ook een beetje met het gerecht te doen. Dat we
Niet alleen maar de caviar en niet alleen maar de langoustines en niet alleen maar de kreeften serveren, maar ook met een aardbeer super lekker gerecht kunnen maken. En daar krijgen we feedback van gasten van die het super lekker vinden, die ook vlees eten normaal gesproken. Dus ja. Dan weten we dat we goed zitten. Nice. En dan raakt dat jullie ook als cocktailbar? Nou ja, wel in zoverre, nou, dat je moet inspelen op alle trends. Dat is een wij proberen wel ook heel veel lokale producten te gebruiken. Dat is wel echt een dingetje voor ons. Wat we belangrijk vinden, omdat hier in de provincie Groningen kun je gewoon superveel mooie producten verkrijgen. Er zijn heel veel mooie producenten, kleinschalig, die ja, gewoon mooie producten kunnen leveren. Wat voor producten heb je dan overgaan? We hebben nu een kombucha, twee kombucha's, die worden gemaakt hier in Vinkhuizen. Een hele kleine producent. Dus, en kombucha is? Kombucha is eigenlijk gefermenteerde thee. Okay. Welke smaak hebben we nu? Eentje met Lapsang Souchong, een rokige thee. En dat heb je net gegeven, kombucha. Ja. Maar dat was met frisse? Ja, dit was met sinaasappel volgens mij, of grapefruit. Dus daar proberen we wel echt mee bezig te zijn, lokaal. Want jullie zijn ook een uithangbord voor drankbedrijven, merken om hun producten hier te serveren. Dit is wel de plek waar je een kok... Je wilt wel verwerkt worden in een cocktail als je een drankmerk bent. Toch hier? Ja, daar hebben we wel veel... Komen ze actief naar jullie toe en zeggen van... maak een mixje met mijn whisky en niet... Ja, precies. Ja? De wedstrijd, toch? Ja, nee, heel veel. Maar we hebben wel altijd tegen eigenlijk elk groot merk gezegd... dat we niet afhankelijk willen zijn van hun merk alleen. Ja. Maar dat we, zodra we... Stel dat we merken zoals Bobby's gin gebruiken... dat we niet alleen hun gin voeren... Maar om onze eigen creativiteit achter de bar los te kunnen laten, gewoon eigenlijk geen enkele deal gemaakt met één merk van oké, we gaan alleen jullie doen. Want ja, dan kunnen we niet meer de dingen doen die we achter de bar graag willen doen. Klopt. Maar er zijn heel veel aanvragen, ja. Ja. Dus minder vlees, minder alcohol. Bewuster. Bewuster, ja. Ja. Juist de keuzes maken. Het is heel cliché, maar dat gaat ook weer om balans. Ik bedoel, Dry January is een goed voorbeeld. Slaat nergens op als je met oud en nieuw katselam op bed gaat en je begint 1 februari. Dry January is afgelopen, we gaan weer zuipen. Ja, precies, precies dat, ja. Als je het hele jaar gewoon je alcoholgebruik gewoon normaliseert. Ja, genieten. Dat is dan is er niks aan de hand, weet je wel. En dat bedoel ik een beetje met trends die door middel van whatever helemaal doorslaan. En dat proberen we hier ook wel... Ik vind het wel belangrijk, zeg maar, om in te spelen op alle trends. Ik vind het ook belangrijk om duurzaam te zijn. Maar ik vind het ook belangrijk om mensen van de juiste educatie te voorzien van hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit. Wij claimen er verstand van te hebben, net als Henries. Dus ja, wij kunnen er ook wat over vertellen. Ontzettend veel passie gewoon voor je product. Ja. En dan gebeurt het vanzelf, de magie. Ze weten je dan wat te vinden. Ja. Ja. En creativiteit is iets wat enorm kostbaar is. Hè? Want we kunnen het nooit forceren. We kunnen wel prikkelen, zeg maar. En dat heeft, als je nou een cocktail maakt, of je maakt een hele goede podcast, of je maakt een supergoed gerecht. Ja. Die creativiteit moeten we enorm zuinig mee omspringen. En, maar wat of wie inspireert jou het meest dan? Ik kan nu heel mooi verhaal gaan vertellen over de natuur. En, ik ben er graag buiten, zeg maar. Ja. Maar het is niet iets wat... Je kan niet iets zo opnoemen wat extra prikkels geeft. Eigenlijk de dagelijkse omgeving die inspireert me. Dus dat kan thuis zijn. Ja. En dat ik dan in één keer weer iets, een boek lees of een herinnering heb, weet je wel. Dat je denkt van zo, dat was toen echt een super lekker gerecht. En de spijscombinatie was super goed met een bepaalde cocktail. Maar het kan ook zijn op het moment dat ik over het wat loop en denk van... waarom eten die schapen de lamsoortjes en de zeekraal? Weet je wel, dat kunnen we dan weer terug laten komen. Dus het is, ik had altijd super veel dingen. Ja. En jij dan? Jij bent de lopende encyclopedie. Maar jij probeert wel altijd je eigen twisten van te maken. Ja, dus kijk. Je pakt traditionele... Ik ben wel van de klassieke school. Ja? Hadden we laatst, of van de week, hadden we er nog een mooie discussie over. Of een gesprek over. Dus ik ben wel heel, qua cocktails heel klassiek opgevoed. Maar ik probeer het allemaal wel naar het hedendaagse te halen. En dat doe ik eigenlijk met alles. Dus... ik maak ook distillaten, onder andere voor hooghout. Dus probeer ik altijd heel diep terug te gaan in de geschiedenis en de traditie en de ambacht. En dan een hedendaagse twist. En ik haal mijn meeste inspiratie ook uit het hedendaagse eigenlijk. Ik word heel erg geïnspireerd door Erik en de rest van het team hier. Ja.
wat geïnspireerde gasten zoals Henries. Soms gewoon door een verhaal. Dat ik denk, hé, dat is een tof verhaal. Dat kunnen we volgens mij heel tof in een cocktail verwerken. En door producenten heel erg. Bijvoorbeeld, ik noemde net die kombucha uit Vinkhuizen. En dit, ja, kwam ik tegen. We hebben een wildfestival georganiseerd laatst bij de EM2 hier. Met alleen maar wild gefermenteerde en vergiste bieren en wijnen. Geen uitnodiging. Geen uitnodiging. Ah. Ja. Maar jij bent altijd uitgenodigd. Ja, dat weet ik. Ja. Jij ook. En er stond zoveel echt mega exclusieve mooie producten. En op het allerlaatst kom ik langs die producenten van kombucha en dan proef ik dat. Nou, ik heb eigenlijk gelijk volgens mij dezelfde avond nog Erik opgebeld. Zeg, luister, ik heb nou kombucha. Volgens mij had je het ook al besteld. Ja, ik had het ook al besteld. Ja. Of het werd hier geleverd. Dus ja, een beetje alledaagse dingen gewoon. Ja. Je bent altijd met je vak bezig. Tenminste heb ik wel. Ik word 's ochtends wakker. En dan ik heb het ook als ik bijvoorbeeld hier ben. Weet je, als we dan het is zomer en ik vind een Negroni super lekker. Maar het is warm en ik denk, weet je, we zitten in vakantiesfeer. We gaan voor een mojito. En de volgende dag moeten wij een nieuw dessert hebben, omdat een gast daarnaar vraagt. Van, we moeten jammen. Als ik dan een cocktail deconstrueer en uit bepaalde techniekjes zeg maar weerleg. Dus we hebben mint en we hebben limoen en we hebben suiker en we hebben rum. Als ik die componenten lostrek en ik ga daar eetbare basis van maken, dan krijg ik gewoon een gerecht die geïnspireerd kan zijn door mojito die zij die avond ervoor geserveerd hebben. Maar dat is niet met een voorbedachte raden gegaan, zo van ik ga nu een cocktail bestellen die ik vervolgens uit elkaar kan trekken om daar een dessert van te maken. Maar dat gebeurt dan soms wel, weet je. Dan zit je daar en ik heb, hey, dit is eigenlijk gewoon een goed idee. Dus een oude klassieker deconstrueren of daar een nieuwe draai aan geven, dan ja, dat is een makkelijk ezelsbruggetje om creatief te zijn voor ons in de keuken. Heb jij nog iets toe te voegen, Erik? Voor de creativiteit, Want je hebt een prijs gewonnen, beste barman. Nou, ja. Ja, voor een merk. Ja, toch? Ja, Bobby's competitie. Ja, toch? Ja. En dan jullie hebben, barman hebben allemaal bijna dezelfde klassieke school gehad. Toch blink je uit, dus je doet wat anders. Waar zit hem dat in? Nou, deze cocktail had ik toevallig voor twee gasten gemaakt die hier aan de bar zaten en die mij die vrijheid voor creativiteit gaven. Hou je ervan, van klanten die zeggen van verras me? Ja, ja, daar hou ik echt van. Ja, omdat je dan ja, ook omdat ze dan vaker terugkomen. Maar maak je daar niets van de kaart? Of? Bijna nooit. Ja. Dan is het bijna alleen maar klassieke cocktails met een kleine eigen twist eraan. Okay. Of gewoon een klassiek, omdat je denkt van nou, dit is eigenlijk precies het profiel van die klassieke cocktail. Ja, dat is voor ons eigenlijk het leukste. Ook uiteraard de kaart, want die maken we ook zelf helemaal. Per seizoen inderdaad. Ja. Maar ja, als mijn mensen vragen van ja, ik wil bitter, zoet, maar ik hou niet van grapefruit, maak maar iets. En ik ben allergisch voor soja, maar ook ja. Dan is het aan ons gewoon om een beetje te kijken van oké, wat hebben we allemaal staan? Ja. En wat kunnen we maken? En daar gewoon op ter plekke de juiste balans te vinden. Dus het was een freestyle. Hè? Het was een freestyle cocktail, ja. Ja, absoluut. En hoe heet die? Heeft het een naam inmiddels? Ja, we hebben op de kaart staan voor als Yo Mami's Blazer. Okay. Omdat hij is gemaakt met umami bitters. En als je umami een beetje heel snel uitspreekt, dan zeg je eigenlijk Yo Mami. Ja. Dus toen kwam wel heel snel Yo Mami uit. Ja. En, maar omdat ik nu gelukkig de prijs heb mogen winnen, hebben we hem omgetoverd naar Yo Bobby's Blazer. En proberen we eigenlijk samen met Bobby's nu te zorgen dat dit gewoon in de klassieke boeken komt te staan uiteindelijk. Ja. Umami is wel een dingetje hè, in de culinaire wereld. Zeker. Het is ook een dingetje, denk ik, wat Nederland nu raakt. Want in Azië en in andere culturen is het al heel bekend om dat het een belangrijke smaak is. Vrij vertaald heerlijk, geloof ik, in Japans. Ja. Dus weet je, ja. Het is super, het is mega om mee te werken, umami. Even heel kort, simpel uitgelegd. Dan, ik denk dat we dan ook een ei aan moeten breien. Maar dan worden we ook allemaal wat slimmer. Wat is umami? Ja? Henri's eerst. Sojasaus. Ja. Maar het is in sojasaus? Nee, of het is de smaak van sojasaus is dus niet zuur, zoet, zout of bitter. Ja. Het is rijk. Hartig, toch? Ja, hartig. Ja, ik noem het rijk. Heel verrijkend. En het is een beetje heel onbekend? Het zit in alles. Het zit in tomaat, het zit in paddenstoelen, het zit in... Maar het zorgt er wel voor dat je eten veel lekkerder wordt. Ja, verrijker. Het is wereldwijd een van de vijf gusthistorische smaakfactoren waar we altijd mee werken. Ja.
Dus, maar minder bekend bijvoorbeeld als zoet, in de Nederlandse keuken zie je dat niet echt terugkomen, hè? Die smaak. Nee, maar je hoeft geen sojasaus bij aardappels te doen. Dat kan. Mijn moeder doet dat gewoon. Ja. Dus ook cocktails heeft het inmiddels bereikt. Ook cocktails heeft het bereikt, ja. Absoluut. Dan kom ik snel terug om een Your Mommy te drinken. Ja, maar gezellig. Ik vond het fijn om dit gesprek te doen. We moeten helaas afsluiten. We kunnen hier nog uren zitten, maar misschien moeten we gewoon een part 2 doen. En lijkt me wel leuk. En dan op locatie van een evenement of in de keuken. Ja. Militaire operatie. Ja, dus, iedereen is altijd welkom in de keuken, zeg ik. Ja. Dus, En dank jullie voor jullie komst. En ze kunnen jullie vinden Stockroom, Boel, Bistro het Gerecht. We zetten dat even in de ondertiteling. En vooral reserveren. Thanks. Dankjewel.